goedemorgen. Het is zaterdagochtend en we ontbijten met hagelslag en opa en oma. Vloeken. En opa en oma. Verbrande broodjes. En verbrande broodjes. Maar goed, ze smaken er niet minder van. Zaterdagochtend bijna 8:30. Wat gaan we vandaag doen? Papa. Opruimen. Vandaag staat op de planning opruimen. Opa en oma die gaan nog even rustig gaan settelen. En ik ga vandaag bezig ook opruimen, maar ook bezig om de vlog te editen, zodat die morgenochtend weer online kan. En verder gaan we zien wat de dag ons brengt. We nemen jullie mee. We hebben onszelf naar buiten verplaatst, lekker aangekleed. De mannen zijn al buiten ergens, Sterren is buiten en Boos buiten, dus we gaan ze even zoeken. En dan gaan we... Oh ja, mijn ouders hadden op de logeerbedden in hun huis... twee gloednieuwe Emma matrassen liggen. En laten wij nou net een nieuw matras nodig zijn, zeiden ze, oh, die mag je wel hebben. Dan slapen jullie goed. Dan hoeven we alleen nog een nieuw bed ombouwen. En dan hebben we in principe een nieuw bed, jongens. Dus die zitten daarin. Die hebben ze meegenomen in hun aanhangwagen. De rest zit in de verhuiswagen. Van het grote spul, wat gereedschap geloof ik, hebben ze meegenomen. Die gaan we zo uitladen. Slapen we vanavond op een nieuw matras. Heerlijk. En we gaan een beetje opruimen. Dus let's go. De huidige status in het kleine schuurtje. Super veel opgeruimd. Hij was echt helemaal leeg. Maar we zijn hem inmiddels weer met spullen wat in huis stond. Of wat uit de aanhangwagen van mama Bert komt. Aan het volstouwen. Hier hebben we het ook helemaal leeg. En ook netjes opgeruimd. Alles daar, alles van de grond. Hier staat nog iets. En hierboven zit nog een zoldertje. Die is ook helemaal leeg. Dus daar zouden ook spullen op kunnen. Dus super veel ruimte. Auto volgeladen. Twee auto's. Dus die kunnen weer weggebracht worden. En de grote dingen kan dan in de aanhanger. Zoals de bank, nog een oude stoel. Die oude kookplaat. Dat soort dingen. Die kunnen dan ook weg. Ja, dat moest allemaal nog. Maar ja, het was hartstikke koud. We hadden kortere dagen, druk met werk. We hebben nu hulp, dus daar maken we goed gebruik van. En dan kunnen we dat mooi allemaal wegbrengen. Dat ruimt een beetje op. Ik zie hier nog een zak. Even opruimen. Hier hebben we nog wat oud papier verzameld. En dit huisje, zijn de stoelen in ieder geval weg. Die hebben we boven op dat zoldertje gezet. Deze banken wil Jeroen graag bewaren. En ik denk ik ook wel. Maar dan zonder tapijt erop. Deze tafel wilden we bewaren. Dat bed blijft. Daar gaan straks deze matrassen op. En de Emma matrassen liggen inmiddels op ons bed. Maar hier ligt ook nog wel het een en ander wat weg kan. Mijn trouwjurk. Die hoeft niet weg. Die ga ik even ophangen in het andere hok. Het ruimt wel lekker op, jongens, zo. Dan kunnen we hier ook weer wat mensen te slapen leggen. Yes! Oma wou de verwennen met de snoepjesdoos. Maar nou ga ik niet zeggen waar die staat. Oh! Ik kom precies net te vroeg binnen. Ik ging even kijken bij Bo, want die was verplaatst naar de camper van opa en oma. Die gingen hier kleuren en die ging Bibi even gezelschap houden. Bibi de poes. Waar is Bibi eigenlijk? Die heeft net eten en drinken gehad. Ja. Omdat dit eten was op van die zit zeg maar daaronder. Ja, hoe zit hieronder? Verstopt. Sterren die ligt pitten. Bent is nog even aan het opmaken. Die is zichzelf aan het mooi maken binnen. En de mannen zijn verder aan het opruimen. En dan ga ik nu een poging doen om aan de vlog te beginnen. See the end, but we'll see it through.
terwijl ik met de vlog bezig ben. Met de kinderen even lekker aan het spelen. Dus deze bijna leeg. En zijn de mannen hier, kijk, die hebben ze vastgevonden in de schuur. Zijn de mannen hier bezig? Wow, jeetje. Wat een ruimte. Ja, hè? Ja. Ja, inderdaad. Super, ja. Dan kan ik daar de bandjes kwijt. Ja. Dus dat is... Lekker, ja, daar bedoel je. Ja. Ja. Al die zooi eruit. Al dat hout. Ja. Wat fijn, toch? Ja, zeker. Ja. En... Dit is ook zo leuk om te zien. Kijk wat er doorkomt. Dit zijn cherry tomaatjes, rucola. Cherry tomaatjes, salie. Wortel. Facilia. Ik weet niet of ik het eruit spreek. Klaproos, radijs. Dit is ook radijs. Nou, dit was tuinkers, dat was er al door, maar er komt steeds meer door. Oh, hier komt ook radijs door. Nou ja, hier die uien natuurlijk, kun je al zien. Daar ook. Dit is mislukt, dus dit moet weg. Nou, de prei, de paprika, basilicum is een beetje verdrietig, maar dat komt ook wel goed. En hier, de paprika, daar gebeurt echt nog helemaal niks. En de cherry tomaat. Ja, kijk. Het eerste plantje is ook hierboven. Dus top. Gaat lekker. Goedemorgen deze morgen. Het is zondagochtend. Het zonnetje schijnt weer. En die meiden zijn lekker aan het spelen met de... Bal. Bal. Ja. Maar de bal is een beetje lek. Kijk. Oh, nou moeten we even kijken of we hem kunnen oppompen. Ik ben net klaar met de vlog, die komt zo meteen online. En die meiden zijn lekker aan het spelen. En ik ga de tafel dekken, want we gaan zo met z'n allen even ontbijten. En Bente heeft vandaag, die zou eigenlijk, ja echt super lullig, die zou eigenlijk een verjaardagsfeestje hebben. Dachten wij dat dat vandaag was, kwamen gisteravond achter dat dat dus gisteren was. Dus ik gelijk een berichtje gestuurd. Nou mag ze vandaag alsnog komen en gezellig met dat meisje spelen. Daar had ze zich echt verheugd. Dus Jeroen brengt haar vandaag heen. Kan ze het cadeautje nog meenemen, want die hadden we ook al gehaald. En dan kan zij daar nog even spelen. Wij gaan hier verder opruimen en verder genieten van het mooie weer. Het is nu nog wel fris. Het is. Kijken of ik het kan laten zien. -5. Dus relatief koud. Maar in het zonnetje uit de wind. Lekker. Kijk, we zijn druk bezig met ruimen. De aanhangwagen wordt weer helemaal vol. Alle spullen van mama en Bert zijn eruit. En dit huisje is leeg. Als in, hier staan natuurlijk mijn plantjes. Die heb ik allemaal eventjes daar neergezet. En nog wat op de grond. De originele spullen komen weer terug in dit huisje. Dan hebben we gelijk het andere huisje ook leeg, want daar stond dat opgeslagen. Omdat we hier natuurlijk met kerst wat mensen moesten bergen. Maar die kunnen nu straks in het andere huisje stapen. Dus vandaar dat we dit nu hebben leeggemaakt. En daar komt de grote bank. Opstapje, hè? Ja. Mm-hmm. Ik zal jullie even het andere huisje laten zien. Die is nu als het goed is ook leeg. Toen we hier kwamen was die ook leeg. Ja, behalve een hondje, hè? Desti zat daar. Maar kijk. Nou ja, leeg. Er staat een bed. Twee extra bedden.
Nog wat kleedjes. Deze kast is ook zo goed als leeg, denk ik. Ja? Ah, oké. Dit is de naam van de oud-eigenaar. Zijn eigen hanger. Nog wat kaarsen dingetjes. Nou, die moet misschien van de muur. Daar hangt nog wat van de muur kan. Mooie wandelstok. Maar dan hebben we hier ook weer een aardige ruimte. Die we kunnen gebruiken om gasten te ontvangen. Als in een slaapplek aan te bieden. Want er is natuurlijk verder geen sanitaire voorziening. Ze zitten wel direct naast de sauna als je hier slaapt. Want de sauna zit daar. Kijk, toen we het net kochten, was het huis ook zo. Die bank, die tafel. Die moeten de poten weer even goed onder. En dan kan ik het nu als greenhouse gebruiken. Maar straks gewoon lekker om koffie te drinken of sappie, koelkastje zit erin. Gezellig toch? Moet alleen wel even kijken hoe we hier wat meer kunnen ventileren, want het ruikt aardig naar aarde. En het wordt vochtig natuurlijk, op deze manier hier, maar daar vinden we wel een oplossing voor. Nadat Jeroen Bente naar een vriendinnetje had gebracht, is Jeroen wat droombeelden gaan maken. Zie hier het resultaat. Dit is een schuur waar wij houtsnippers in hebben. Ik zal het even laten zien aan deze kant. Die gebruiken we om de kachels aan te steken in de werkschuur en in de trekkerschuur. Die manier kunnen we die verwarmen. Deze kant fungeerde als opberghok. Daar zaten allemaal oude televisies en andere elektrische apparaten in opgeborgen. Maar is dus precies hetzelfde als de rechterkant en hebben ze nu ook weer zo werkend gemaakt. Al het rest afvalhout gooien ze dus, of versnipperen ze, gooien ze hierin. Hier droogt het en hier kunnen ze het dan wegpakken op het moment dat ze de kachel willen aansteken. En nu hebben we twee plekken waar we dat kunnen opslaan, dus helemaal top. Zo zie je maar dat als je opruimt, dat je ziet wat je nog hebt liggen, wat je ook echt nog kan gebruiken. Maar zo zie je ook de troep die je niet meer kan gebruiken en wat dus gewoon weg moet. Waar je niks aan hebt, wat je 10 keer dubbel hebt. Wat je of kan verkopen of weg kan brengen. Wij brengen het netjes naar de milieustraat. Het papier verbranden we. En het hout waar we niks aan hebben, wat onbehandeld is, verbranden we. De rest brengen we allemaal netjes weg naar de milieustraat. En het helpt dus dat mijn stiefvader en mijn moeder zo'n grote aanhangwagen hebben. Dan kunnen we ook de bank wegbrengen, de oude bank, onze oude kookplaat. Wat hebben we nog meer vergroot? Een hele grote oude stoel. Ja, wat allemaal net niet zo lekker in de auto past, dat staat nu in de aanhangwagen en gaat gewoon weg. En het geeft zoveel meer rust dat dat allemaal is opgeruimd. Zo zie je hoeveel ruimte je hebt, dus top. En dit is hoe wij tegenwoordig onze patat eten. Papa had het laatst gedaan toen ik er niet was. En die meiden wilden het weer zo. Nou, scheelt alleen maar afwas. Ja. Is het lekker? Ja. Ja, vind je wang het ook lekker? Ja. Vind je wang het ook lekker? Ja. Ja, hè? Wat? Haar wang. Sorry, ik heb maar een naam gevangen. Lekker, mam. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag maandagochtend en we zitten in de auto. Ik in de Volvo die helemaal volgeladen is met afval. En mijn ouders zitten in de camper en die hebben de wagen volgeladen om te gaan legen bij de stort. Eerst even tanken nu heb ik Alex, dan naar de stort, daarna boodschapjes doen. En dan hebben we ons ritje wel gehad vandaag. Het sneeuwt steeds licht, maar vooralsnog is het verder mooi weer rond het vriespunt. Let's go! Klein probleempje. Ze hebben geen grip.
Ze moeten even kijken of we kunnen zorgen dat er grip is. Nou, de eerste poging met de kleedjes is mislukt. We gaan even kijken of we een beetje grind neer kunnen leggen of dat wat grip geeft. Aanhanger losgekoppeld en even een nieuwe poging zonder aanhanger. Yes! Lekker! Nou moeten we alleen de aanhanger nog over zien te krijgen. Maar goed, dat is de tweede. Kijken of die achter mijn auto past. Of ik misschien iets meer grip heb met spikes. Let's see. Nou, de aanhanger zit achter de Volvo. Ja, kijk, en nu krijgen we de aanhanger mee. Yay! Perfect, perfect. Oké, ik zit al even in de auto te wachten. Bert is nog even de tank een beetje diesel aan het bijgooien. Want het was al kielen en we moeten nog 30 kilometer voor het eerste tankstation. Dus hij heeft even wat diesel bijgegooid die Jeroen had staan. Die hij altijd gebruikt voor de trekker. Dus dan redt hij het sowieso om naar Evocalix te gaan. Want hij moet natuurlijk ook een zware aanhanger erachteraan trekken. Dus hij zal ook iets meer verbruiken. Ze zijn klaar, dus let's go. De Volvo is leeg. En de aanhanger. Ook bijna. Nog de laatste dingen. Wat koelkastjes, kookplaat. Nog een koelkast, een bank, wat meubelen. En dat kunnen we hier kwijt. En dan gaan we even een rondje door de kringloop hier. Om te kijken voor een lattenbodem. Nou, geen lattenbodem gevonden, maar wel wat kinderboekjes, oma, hè? Ja. Voor de meisjes en voor jezelf. Kan oma ook Zweeds gaan leren? Ja. Samen met Sterre, hè? Ja. Ga jij oma Zweeds leren? Ja. Kom maar niet door de sneeuw, lieverd. Nee. Kijk. Ik krijg geen natte broekspijpen. Weer thuis aangekomen, boodschapjes uitgeladen. Jeroen is inmiddels weer thuis. Hallo. En opa is... Ik zeg opa, maar Bert is de... sneeuw aan het bedekken met zeil in de hoop dat het dan wat eerder smelt, want dit gedeelte is best wel hoog en hier hadden we vanmorgen problemen met om weg te gaan en er komt nog wat sneeuw aan de komende dagen, dus uit voorzorg. Goedemorgen.
bar geweest morgen. Het is vandaag dinsdagochtend en ik ben ingepland op het werk. Dus ik mag vandaag even een dagje werken. Kleren aan. Het is 6:20 bijna. Dus ik ga zo weg, want ik moet om 7:00 beginnen. Die meisjes gaan lekker eten. Jeroen brengt Sterren vandaag naar de opvang. En opa en oma zijn hier dus thuis alleen vandaag. Passen op het huis. En die vangen de kinderen op vanmiddag. Want ik moet tot 4:00 werken en Jeroen werkt tot 4:30. Dus ik haal Sterren weer van de opvang. En die meisjes gaan gewoon om 3:15 met de bus naar huis. En die zijn om 4:15 thuis. En dan zijn opa en oma hier. Dus dat is super fijn dat het op die manier kan. En dat is de dag vandaag. Ik ga jullie proberen mee te nemen. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag dinsdag 23 april. En ja, Daisy en Jeroen zijn allebei aan het werk. En dan moeten we toch ons plekje hier kunnen verdienen. Dus opa die is een beetje sneeuw aan het schuiven. Kindertjes zitten op school. Wat ik al zei, Daisy en Jeroen allebei aan het werk. Dus opa en oma hebben vandaag het rijk alleen. En oké, Bert is niet meer bij de sportschool. Maar ik denk dat dit genoeg kracht vergt om de sneeuw weg te krijgen. Het is 4:00. Ik ben vrij. Ik ga die kleine ophalen. Jeroen is onderweg naar huis. De meisjes zijn thuis. Ook mijn oma zijn thuis. Maar dit is hoe ik mijn auto aantref. Ik heb hem al een beetje schoongemaakt. Kijk hoeveel sneeuw. Ik wist dat er weer sneeuw ging vallen, maar zoveel. Ik hoop dat opa thuis geschoven heeft. Zou bij zijn. En anders moeten we het alsnog doen. Alhoewel ik ook denk dat het niet heel lang blijft liggen. Want ik heb gehoord dat het volgende week plus 12 wordt. Dus fijn. Dat is alweer even geleden. Maar daar zijn ze weer. De rendieren. Goedemorgen deze morgen. Het is vandaag woensdag. Het is inmiddels 8:00. De bel gaat net van de school hier. Dus ik ben iets wat aan de late kant. Maar ik heb SOV vandaag, of ik ga naar SOV vandaag. Sterren net gedropt. Meisjes zijn met de bus naar school gegaan. Op een of andere manier vinden ze het niet meer zo leuk om met mij in de auto naar school te gaan. De bus is veel leuker. Nou ja, op zich is dat ook wel een goed teken, want normaal gesproken gaan ze ook gewoon met de bus. Maar ja, gaan we SOV. Daarna mijn boodschapjes doen, daarna weer naar huis. Mama en Bert zijn alleen thuis. Maar die vermaken zich wel, want het sneeuwt weer heel hard. Dus er mag weer geschoven worden. Volgens mij heeft Jeroen mijn stiefvader uitgelegd hoe de trekker werkt. Dus dat scheelt. Kan hij met de trekker sneeuw schrijven. Want gisteren met de hand een paar keer. Ja, dat was toch wel veel. Oeps. Een goedemorgen deze morgen. Zoals Daisy en Jeroen altijd zeggen. Vandaag is het woensdag 24 april. En opa heeft gisteren eventjes les gehad. Van hoe ga ik met een trekker om. Want na een dag 3 keer schuiven met de hand, viel het toch een beetje tegen. Dus wij gaan even kijken of het een beetje lukt voor opa. Oma moet even de schoenen aantrekken. Anders krijg ik natte voeten. En kijk, daar gaat hij. Naar het huisje waar de plantjes staan. Kijk, de plantjes die groeien al aardig. We gaan eventjes wat dingen water geven. We gaan eventjes wat dingen in een ander potje zetten. En ik heb spul gehaald bij de lokale supermarkt om de planten even iets beter of iets wat meer hulp te bieden om goed te kunnen gaan groeien. Dus let's go!
deze morgen. Het is donderdagochtend. Mijn moeder en mijn stiefvader de deur uitgeschopt. Nee, grapje. Die zijn met de Volvo even een rondje even Calix aan doen. Dat is wat makkelijker. Ik ben vandaag thuis, morgen ook thuis. Want SFI en werken zitten voor deze week op. En ik ga klussen. Verder met klussen. Mijn ouders hebben een stofzuiger. Of een schuurapparaat met daaraan een bouwstofzuiger meegenomen. Of die kunnen ze aan elkaar koppelen. Zodat je niet in de stof zit. En ik had natuurlijk overal behang van die kastdeuren afgehaald. Dus die heb ik nu gepakt. En die liggen hier. En die ga ik schuren, omdat we verder gaan met de woonkamer. Je ziet dat daar de kachel af is gehaald. Nu blijkt dat daar stroom uit de muur komt. Hadden we op zich enigszins kunnen verwachten. Maar goed, als je gaat slopen kom je dingen tegen. Maar daar komt lambrisering straks. En die kachel hoeft, als het goed is, straks niet weer terug. Omdat we op een andere manier willen gaan verwarmen. Er komen natuurlijk steeds warmere periodes aan. En we kunnen het nu prima doen met de airco die verwarmt. Dus het is niet als we deze weghalen dat we geen verwarming hebben. Dus deze laten we eraf. Maar moeten we wel even goed kijken naar de stroom. Maar daar gaat mijn stiefvader mee helpen. En daar moet Jeroen ook eventjes naar kijken. Ik ga beginnen. We zijn inmiddels een paar uurtjes verder en deze kasten zijn aan de buitenkant, of deze kastdeuren moet ik zeggen, zijn aan de buitenkant geschuurd. Dus die zijn klaar. Ik wilde eigenlijk ook alleen de achterkant doen, alleen er zitten meerdere lagen op, dus daar heb ik eigenlijk wat grover geschut voor nodig. Maar dat hebben we even niet, dus moeten we even kijken of ik dat dan alsnog ga doen. Of dat ik dat gewoon ga overschilderen, want ja, dat is de binnenkant. Maar het liefst heb ik het dan ook mooi, maar gaan we nog eventjes over nadenken. Ik ben eventjes die er aan het afhalen, de gordijnenroede en dan dat vensterbankje. Ja, dat is eigenlijk een beetje de status tot nu toe. Sterre heeft even geslapen, we hebben geluncht. Mama en Bert zijn inmiddels weer thuis, die hebben even lekker geluncht in Euvecalix. En die hebben nog even een rondje gedaan langs wat huizen en gewoon even door het dorp heen gereden. Dus die hebben ook weer een goede indruk gekregen van het dorp. En zometeen eten maken. Meisjes komen thuis over een uurtje ongeveer. Dus even een korte update. Opa heeft die grote deur meegenomen. Of mijn stiefvader dus. Heeft die grote deur meegenomen om te gaan schuren. Er werd wat grover geschud. Ik heb hier alles van de muur afgehaald. Wat op de muur zat. Er zaten van die plastic kabelgootjes nog. Die heb ik er afgehaald. Een extra stopcontact gemonteerd. Die zat tegen de muur aangeplakt. Heb ik er ook afgehaald. Vensterbankje is eraf. De gordijnen. Wat was dat? Gordijnenroede is er ook af. En de wapenkast. Die hing hier achter de deur. Die gaat er ook af. En dan komt hier een nieuwe plint op. Want ja, dat lijkt natuurlijk niet mooi. Die is daarop aangepast. Maar deze grote jongen mag er ook af. Die heeft goed zijn dienst gedaan, maar die gaan we ergens anders ophangen. We gaan hem wel bewaren, maar hij hoeft niet in de woonkamer te hangen. Dus weg ermee. Ik zet hem nu even in de schuur. Daar hebben we opgeruimd, dus daar kan ik hem wel netjes opbergen. En dan is die hier in ieder geval weg. En ik heb ook deze kast uitgezocht. Dus dat is leeg. Ja, onze laptop, drone, wat dekentjes. Nou ja, wat spullen wat ik net van de deur heb afgehaald, uiteraard. Wat elektrische dekentjes, wat kabels, wat we nog moeten uitzoeken. En hier, dit kwamen we ook tegen. Superleuk. Tenminste, ik vind dat allemaal wel leuk. Ik vind dit wel echt vet om te zien. Komt uit Jokmok. Is met de hand gemaakt. Ik zou dit wel heel graag willen ophangen of zo. Of in een kast mooi ter decoratie neerleggen. Dus dat hebben we ook even bewaard. Dus, oh ja, en dit ding. Ja, vind ik ook leuk.
weet niet wat ik ermee ga doen, maar toch maar wel even bewaren. Zo, het is inmiddels ook heel mooi weer geworden. Het zonnetje schijnt. Het is bijna 10 graden. Dus we hebben ons ook even naar buiten verplaatst. We zitten in het zonnetje. Die meiden zijn inmiddels weer thuis. Het is ongeveer 4 uur. En Bente die heeft wat leuks geknutseld van sneeuw. Echt super grappig om te zien. Ze kunnen hier natuurlijk nu nog eventjes met de sneeuw spelen, want hier is het alweer weg. Maar ja, er zijn nog genoeg bulten. Nog even sneeuwpret. Het verveelt nog niet na 7 maanden sneeuw. Ja. Wat heb je gemaakt, Bent? Ik heb een rendier gebouwd. Een rendier, ja. Met staart en poot en al. Ja. Oh nee, de oor is eraf gevallen. Superleuk. Dus, en ik was even begonnen om het opstapje, de onderste drempel zeg maar, bij ons opstapje. Daar ligt nog een hele laag met, ja, het is nu allemaal een beetje natte sneeuw. En nog een gedeelte ijs. Even kijken of ik dat een beetje los kan bikken. Zodat we dat ook weer kunnen gaan gebruiken zonder dat dat super glad is. Dus, productief dagje vandaag. Jongens, het is vrijdag en we hebben er bijna alweer de hele dag op zitten. Niet gefilmd, niet veel gefilmd. We zijn naar Jellewaarde geweest en daar hebben we boodschapjes gedaan. We zijn even naar de Dollar Store geweest. En dat was het eigenlijk, gewoon even een klein rondje en een leuke rit. En we hebben nog even lekker gegeten, dat ga je nu zien. Uiteindelijk zijn we weer thuis gekomen. Toen waren die meisjes al thuis, boodschappen uitgeladen, lekker even gesnoept, want we hebben best wel wat snoep gehaald. En nu hebben we eigenlijk allemaal niet heel erg honger, dus we gaan vanavond lekker brood eten. De meisjes hebben vanmiddag spaghetti gegeten op school. Wij hebben lekkere dikke hamburger gegeten bij een soort van, ja, veredelde McDonald's. Wat was het? Prima te doen. Voor een lekkere lunch. En ik ga even de beelden uploaden voor de vlog van aanstaande zondag. En van het weekend verder met klussen. Oh ja, en we hebben lattenbodems gescoord. Want we hebben een super tof bed gevonden op Blocket. Dat is de Zweedse marktplaats. In Kalix te koop voor 600 Zweedse kronen. Dus omgerekend ongeveer iets meer dan 50 euro. En daar hebben we dus lattenbodems voor opgehaald bij de Jisk, want dat was ook in Jellewaarde. Dus dat is helemaal top. Dan kunnen we dat bed helemaal afschuren, want dat vind ik leuk. Kunnen de lattenbodems erin. En we hebben natuurlijk die nieuwe matrassen van mama Bert. Dus daar slapen we al op. Alleen past niet helemaal op waar we nu op liggen. Dus dat moet even anders. Dus goede vorderingen. En dat gaan jullie allemaal zien van het weekend.